Dames en heren, mijn vraag aan jullie. Wat doe je als je een website vindt met meer dan 27 pagina's met No Limits achtbanen? Een nieuwe video. Welkom. En de eerste achtbaan die we gaan doen is de Giza de Stargate Barone. Er zit niks in die map. Hoe moet ik... Er zit niks in die map. We gaan naar de volgende achtbaan. Hellfire. Wat? Dit? En we zitten dames en heren in de Hellfire. En wow, dit is één grote coaster als we zo kunnen zien. En gelukkig doet hij het, want het zijn ook wat No Limits 1 achtbanen geïmporteerd in deel 2. Dus dat is wel heel gaaf. Maar we spelen het in No Limits 2. Wat gaat er gebeuren? Worden wij keihard afgeschoten? Dit moet wel. Oh! Holy crap. Dit is echt heel hoog. Wow. Holy crap, jongens. Oh, shit. Dit is toch niet normaal? De Hellfire. De naam zegt het al. Wow. Jeetje, jongens. Dit is echt... Wauw. Het kan toch niet bestaan? Kijk hoeveel speed deze achtbaan heeft. Dat kan gewoon niet. Ja, ik heb niks over te zeggen. Het is gewoon... Oh, we gingen door een paal heen of zo, denk ik net. Wat een vaart heeft deze achtbaan. En hij is nog steeds niet klaar. Hij is nog steeds niet klaar. Holy shit, jongens. Wauw. Wat? Dit is echt ruig. Dit is echt heel ruig. Het houdt gewoon niet op. Jeetje, joh. Oh, ik ging weer door een paal heen, zag ik. Jeetje, jongens. Wat een ruige baan dit. Ik denk dat deze baan heel veel geld zou kosten. Ja, ik denk dat dit heel veel geld zou kosten als je dit zou moeten neerzetten in een attractiepark. Ongelooflijk. Ik wil hier even doorheen vliegen, want ongelooflijk mensen, dit is echt... Het ziet er ook best wel leuk uit in een leuke vorm, zie je dat? Lijken net twee oortjes, nog net geen Mickey Mouse. Ik ga eens kijken, maar dit was echt een bizar... Bizarre achtbaan, de Hellfire. Ja, de naam zegt het al. We gaan hem even volgen. Jongens, kijk dan. Hé. Dit is toch onmogelijk. Als je hierin gaat, in deze achtbaan, dan heb je echt wel je angst overwonnen gewoon. Dat wil ik gewoon 100% zeggen. Moet je kijken. Wat een afdalingen. Ongelooflijk. En hij was vloeiend. Hij was best wel netjes, ziet hij eruit. Heel compact. Heel lange achtbaan. Ik vind het zeker een positieve achtbaan geworden. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is, dan moet ik even zelf gaan kijken. De Measure Block. Staat ook niks in. Nou, zo komen we snel tot een eind van deze aflevering. We hebben de Twister. De tweede achtbaan is dus de Twister. Kwam een foutmelding net. En dames en heren, we zitten in de nieuwe attractie. En dit is de Twister. Ik zal je wel van tevoren zeggen, het worden wel drie hele bizarre achtbanen. Dus bereid je voor... Ik ga hier wel gelijk in als het kan. Wow. Wow. Wat is dit? zit hij op zijn kop? Ik weet het niet. Hoe zitten wij? Hangen wij op zijn kop? Ik weet niet hoe ik moet kijken. Ik denk dat het op zijn kop is dit. Wee. Wow. Dit is wel erg dit hoor. Wee. Het is een soort van hangachtbaan dus. Wow. Dit is echt een heel spacend effect dit. Dit is heel raar. We kijken gewoon zo op deze manier mee. Dit is het goede, dit is het goede. Dit. Wow. Oh, dit was de bedoeling.
Je hangt aan de zijkant van de achtbaan. Oh. Wow. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie het tussen leuk vonden. Het was even apart hoe ik hem deed, maar het is in ieder geval dat je aan de zijkant zit. En ik vond het echt een super achtbaan. En die gaat opnemen tegen Hellfire. We gaan de laatste achtbaan doen. De derde van onze rondes, wat we altijd doen, de drie achtbanen. En deze achtbaan heet de... We doen deze, de Bobsled Coaster. Dat lijkt me echt een leuke achtbaan, dit. Gewoon even kijken of die opbotst tegen de andere twee achtbanen is jullie mening. Het gaat erom wat jullie het leukst vinden. Het gaat erom welke achtbaan type jullie het leukst vonden. Of om te zien, heel gaaf. Want dit kan natuurlijk ook een van een leukere zijn misschien. En we gaan dus in het achtbaantje. Kunnen we in het achtbaantje? Even kijken hoor. Ja, ik ga lopen hier zo. En dan gaan we hier in het karretje. Ik weet niet, hoe zit het precies? Oh, we zitten al in de achtbaan. Ja, we zitten erin. Oh, het gaat met twee stations. Oh, het is heel apart dit. Leuk gedaan. Oh, dit is leuk. Heel gaaf. Dit gaat ook heel snel qua... twee stations gaat altijd gewoon sneller, sowieso. Het zijn leuke compacte karretjes. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het leuk. Zulke dingen vind ik prachtig. Daar gaan we hoor. Van die scherpe bochtjes. Oh. Dit is weer wat heel anders dan die twee andere coasters. Dat vind ik fantastisch. Dat is ook leuk om jullie te laten kiezen natuurlijk. Oh, een beetje remmen. Jammer dit die remmen. Wow. We gaan hier nog bochtjes maken. Ja, fantastisch. Het gaat steeds harder de bochtjes, dus je gaat ook steeds snellere bochten nemen. Beetje remmen erin. Om een beetje redelijk te maken, denk ik. Oh, hij gaat steeds verder naar onder en daar krijgen we nog een heel compact stukje achtbaan. Oh. Hij gaat helemaal niet zo hard, maar dat is helemaal niet de bedoeling van deze achtbaan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik vind hem zo leuk. Ik vind het zo leuk, ja. Ik hoop dat jullie ook. Ja, je kan hier ook weinig over zeggen. Het is gewoon een beetje een familieachtbaan, kinderachtbaan. Leuk, compact. Remmetjes erin zelfs nog. Super leuk. Leuk stationnetje erbij gemaakt. Ja. De karretjes zijn leuk ontworpen, leuke kleurtjes en zo. Ja, ik vind het... Kijk hoeveel capaciteit ook hierin kan, joh. Qua mensen kun je echt hoop in. Hij neemt apart veel ruimte in, vind ik wel. He, maar ja, hij werkt leuk. Ik wil jullie ze vragen om een mening. Zeg in de comments welke coaster er door moet gaan. Of gewoon eigenlijk heeft gewonnen van deze drie. Is de Hellfire, was dat de Twister of deze Bobsled coaster. Dus mensen, vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug. En dan doen we nog even drie achtbanen. Want dit is echt superleuk. Doei doei!